We starten inderdaad even de opname. Zo. We doen even... Zoekbeïnvloeding. Deze twee dingen aan. AFB. AFB. Zoekbeïnvloeding. AFB. Ja, dat vind ik altijd zo leuk, hè. Dat die, al die dingen die je schreeuwt dan door elkaar. AFB. AFB. Zoekbeïnvloeding. AFB. Ja, wat wil je nou? Oh ja, even de deur open inderdaad. Laten we dat maar wel doen. En dan mag deze mag op 160 gezet worden. Oh. 160. Heel top. Even de chat ervoor halen. Kan je de site even hier plaatsen. www.brevius92.nl. Oh. Ik schreef mijn eigen website nog verkeerd. Zo. Dat is deze. Dat is mijn website. En dan klik je even op scenario uploaden. En daar staat het dan wel bij. Die moeten aan. Richtingsschakelaar gaat naar voren in. Vergeet ik nog iets? Nee. Eens eventjes kijken. Ja, dit is inderdaad de BR-101. Een van de mooiere treinen die je hebt. En waar we momenteel mee rijden, dit is de IC-versie van de 101. Ik zal even een screenshot maken. Dit is de IC-versie, dus die heeft iets luxere wagons aan de achterkant. Ja, weet ik wel dat je mijn website kent, maar die was even voor NL Rails. Ah, er komt nog wel eens een mooie cargo trein komt er voorbij. Hey, wat de hel? Tutert die trein nou serieus naar mij? Wacht even. Die trein tutert gewoon, jongens. Dat is wel nice. Nou, niet meer, maar... Ik zweer dat dat ding tuterde. Ik zweer. Hij tuterde naar mij. Oh ja, de deur gaat dicht. Even op slot doen. En als het goed is. Ja, hartstikke mooi. Even nog de instrumentenbelichting aandoen. Zo. Even van PCB bevrijden. Want ik heb liever geen zwansbremsung. Zo'n verschrikkelijke hekel aan. Oh, TTB toeter. Nice. Wel grappig dat, dan, dat ze ook de hoorn kunnen gebruiken. Dat vind ik echt wel stoer hoor. Oh, het zit in het motorgeluid ingebakken. Dat is best wel nice. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan zo meteen even 80 rijden. Ga deze trein even flink laten krijzen. Want dat gebeurt namelijk als je op Z max zet. Dan gaat het ding echt gewoon krijzen. Ik zet even de traction motor blowers, oftewel de ventilatoren, zet ik even aan. En we hebben LCB. Nou, laten we die trein even flink laten krijzen. Zo. Nee, treinmotor, hij staat nu op max power. Dit is de echte max power waar we nu gaan. En hier wil ik trouwens wel even een screenshot van hebben. Nou, hier kun je op zich niet heel goed zien. Nou, weet je wat we dan doen? Dan gaan we gewoon, dan laten we gewoon voorbij rijden. Dat is misschien wel beter. Zo. Nogmaals, dames en heren, dit is dus de ICE-variant. Met iets luxere coaches op de achterkant. Ja, Rupke, inderdaad. Ik ben op de hoogte van de repaints. Ik heb ze alle 7 gedownload nu, dus dat is helemaal goed. Best van Münster, mijn opnames staan netjes aan, dus dat komt helemaal goed. NL Rails, je kan gewoon je scenario uploaden naar mijn website. Maakt niet uit of die op de workgroup staat, ja of de nee. Ja, ik weet het, TS-fan. Het is inderdaad een lawaai-trein, dat klopt. Oh, ik zal even de cruise control helemaal omhoog zetten. Dat ben ik nog even vergeten. Kijk, we ook kunnen zeggen.
We gaan voor een beetje stilte, dan gaan we gewoon lekker in het passagiersgedeelte zitten. Dat kan natuurlijk ook. Want het mooie is, aangezien wij op de LZB-lijn zitten, zal de trein automatisch voor ons remmen en accelereren. Dus ik hoef tot nu toe eigenlijk niet gek veel in de gaten te houden. Dus dat heeft wel zo'n voordeel, neemt het met zich mee. Tom, dit is wel leuk op de oude trein met Gravity. Als de trein elke dag rijdt, vind ik Gravity niet leuk. Bijna elke dag met de trein van Harderwijk naar Nunspeet is het dan Gravity. Ja, vaak wat je ziet, de treinen die in Gravity worden gezet, zijn vaak de stoptreinen die in Gravity worden gezet. En je bent vergeten Siva aan te zetten. John, geloof me, ik ben momenteel bewust vergeten om Siva aan te zetten. Ik wil graag gewoon eventjes, als ik in de passagiersgedeelte ga zitten, dan geloof me. En ik heb momenteel ook mijn gaspedaal, mijn pedaal die ik onder mijn bureau heb. Heb ik momenteel aan de verkeerde key gebind, dus ik kan momenteel de Siva ook niet echt goed gebruiken. Een 12 baks firm van Hengelo naar Enschede, goeiedag hé. Nicola, ben je net terug van Eindhoven, ja? Kijk eens aan. Maar ja, dat het BR-101 een lawaai maakt, dat klopt, dat is ook nog wel eenmaal zo. Dat doet hij net echt ook. Kun je helaas niks aan doen. Dat is eenmaal zo gemaakt door de makers. Ja. Ik heb het scenario al gestuurd. Nou, dankjewel Petra. Schuren momenteel door het station in. Zo. Deze lijn heeft als Berlijn-Zuid LZB dat aan Leipzig. Ja, dat klopt. Dat is het hele traject alleen maar LZB inderdaad. Dat komt namelijk, dat zal ik uitleggen. Als je in Duitsland harder wil rijden dan 160, de PZB gaat in Duitsland maximaal tot en met 160. Dus als je met PZB harder gaat rijden dan 160, dan gaat hij al corrigeren. Dat mag gewoon niet. Dus als er een traject is waarbij je harder moet worden gereden dan 160, moet er LZB liggen. Anders, want als de LZB ligt, wordt namelijk de PZB wordt geoverride door de LZB. En daardoor kunnen trainers sneller rijden dan 160. Dus, klein weetje. Zo. Ik zet de tractieschakelaar iets lager, zodat hij ook iets minder lawaai maakt nu. Ik stond bij de spoorovergang bij het FBK stadion. Dien ik de 12 baks firm voorbij zag. Oké. Okay. Nou, heb je een mooie locatie gehad, Gerben. Ja, klopt inderdaad, Rup. We gingen 165 ging je toe rijden en daarna was het ook meteen een noordrem volgens mij inderdaad. Dat vond PCB niet echt grappig. Rick, is goed. Fijne middag nog toegewenst en bedankt voor het kijken, uiteraard. Trouwens, gewoon Jasper Gaming, bedankt voor de follow. Die heb ik even gemist. Is goed, Kian. Succes met het editen van het scenario. Ja, volgens mij rijden er nu al sinds een jaar en volgens mij firms in het traject van Enschede-Hengelo. Ik weet niet zeker of het ook al daadwerkelijk echt een jaar is, maar naar mijn gevoel is het iets nu van een jaar. Het is net een hoortest met dat gepiep. Ja, deze lok die maakt nou gewoon zoveel lawaai. Die maakt, ja, daar kun je op zich niet gek veel aan doen, ben ik bang. Bjorn, heb je alle UBW-voertuigen? Nee, niet allemaal. NL Rails, je hoeft alleen maar te klikken op scenario uploaden. Dat is alles eigenlijk. Uh,
De laatste twee video's haperen een beetje, Björn, als bij het gebruik van Google Chrome. Alleen bij het gebruik van Google Chrome. Ja, Kevin, daar kan ik op zich niet gek van aan doen. Dat zal aan jouw systeem zelf liggen, denk ik. Google Chrome gebruikt ook op zich wel een klein beetje wat meer RAM-geheugen dan de rest natuurlijk. Je kunt het scenario niet selecteren, NL's Rails. NL Rails, je moet wel weten dat je het scenario moet inpakken tot een ZIP-bestand of een RWP-bestand. Dan kun je hem pas selecteren. Hoe lang duurt de rit? Hou rekening met een misschien dag. Even kijken, we zijn gepland om 16:19 aan te komen in Leipzig. Dat betekent dat de rit ongeveer nog zo'n 20 tot 30 minuten zal duren. Eventjes kijken. Ik ben eergisteren ook met deze trein in het echt geweest. Een mooie trein. Uiteraard is het een mooie trein. Oh, cargo. Ik vind ook dat het cargo geluid van... hoe heet dat? Het cargo geluid van TTB vind ik ook erg stukken beter. Het is echt gewoon bijna realistisch. Ja, koppel op mijn cargo inderdaad, ja. Eén groot feest. Ja, ik moet zeggen dat de passagierswagon, die is echt wel heel erg... heel erg rustig ten opzichte van de lok. Nou, kijk, LZB geeft de vertraging aan. Mooi. Dan remt de lok vanzelf zo meteen wel af. Vanaf Rotterdam kan je rechtstreeks naar Groningen, Leeuwarden, Deventer en Amersfoort, Schothorst, maar niet naar Enschede, nee. Je kan alleen van, moet ik even nadenken, volgens mij kan het alleen vanaf, hoe heet het ook alweer, alleen vanaf Den Haag, volgens mij, en vanaf Schiphol. Dat zijn eigenlijk rechtstreeks er, ja, stukjes. Nou, zoals je kunt zien gaat momenteel remt de LZB vanzelf af naar 160. Je ziet ook hier de Pac-Man die ons begeleidt. Dat rode puntje gaat automatisch naar boven heen. Dus ik hoef niks te doen. De trein remt gewoon volledig automatisch, dus lekker makkelijk. Nou, mooi dat het gelukt is, NL Rails. NL Rails, wat ik je ook even kan aanraden, stuur niet altijd van die whisper messages, maar stuur gewoon in de chat. Dan kunnen misschien andere mensen ook voor jou antwoorden als ik het niet zie. Ik kreeg een hartaanval van die toeter. Welke toeter? Deze is trouwens van 101. Van binnen hoor je waarschijnlijk wat beter. Oh kijk, nou staat er een sein op rood. Dat zie je dus, want nou geeft hij namelijk 000 aan. En ook hier remmen wij gewoon netjes af. Maar helaas is dit een bug sein. En die kan ik helaas pas op groen toveren op het moment dat we ervoor staan. Dus nou ja, helaas moeten we nu gewoon even af, even remmen. Weet je of de Merwedelingenlijn is nagemaakt? Volgens mij heb je dat stukje, dat gaat dan van Utrecht naar Tiel en dan kom je ook langs Gorinchem, dacht ik. Dus volgens mij is het dat stukje, dacht ik.
nog even de politietrein komt achteraan. Ja, inderdaad, ja. Nou, laten we hopen van niet. Kijk, want het probleem is dat een of andere zo'n... dat volgens... Kijk, dat zijn wat je daar ziet. Nou, dat zie je natuurlijk niet. Het zijn dat... even iemand naar voren heen. Waar staat hij nou? Ik zag hem hier ergens staan. Kijk, omdat dit sein op een of andere stomme manier op rood staat, moeten wij stoppen. Nou ja, weet je, dat doen we natuurlijk niet. Want wij zijn wel iets slimmer. Wij doen gewoon ploep. En nou gaat het weer accelereren dus. Dus ja, ik weet ook niet waarom dat zo is, maar goed. Hashtag blame DTG, uiteraard. Alleen het punt is, GamerNL, ik weet niet zeker of dat is, want de route is namelijk niet gebouwd door DTG. De route die is gebouwd door virtualtracks.net. Jared Bundy, thanks for the follow, bedankt voor de volg. Bedankt voor het volgen, nou zo zeggen. Komt door het AI-verkeer. Oké. Nou ja, niks aan te doen in dat geval. Zelfs als de route niet gemaakt is door DTG, dan blijft de eerste regel gelden: blame DTG. Ja, inderdaad. Altijd blame DTG. Voor alles wat er gebeurt, altijd DTG blamen. Ik heb trouwens ook een soort van hotfix geïnstalleerd voor de BR101. Want de camera stond namelijk heel dicht op het dashboard en dat hebben ze nu aangepast. Oh, dit vind ik ook een heel mooi stukje. Gewoon zo mooi die brug op, over het spoor heen. Ik weet niet, maar dit stukje heet wel iets hoor. Dit is echt wel een mooi stukje. Ga je nog omzien doen? Jared Bundy, nee. Vandaag is livestream van Train Simulator. En omzien zal de laatste zondag van de maand zijn. Nou, ik doe de tractieschakel even weer wat naar beneden heen. Maakt die iets minder lawaai. Liefst klopt, binnenkort op de stream, hashtag blame DTG, alle routes die binnenkort uit gaan komen zijn niet nieuw. En er zijn online bellen, ja klopt inderdaad. Ja, Trein Maurits, dit is het omroepscenario van die drie heren. En die heb ik ook op mijn pc geïnstalleerd staan en het duurt echt gewoon 2 uur, dat is echt wel zo lang. Koppel op motor tot zometeen. En eet smakelijk met je tofste soldaat. Ja, Prama, 200 km per uur over de flyover. Zo doe je dat. Ja, in Duitsland zijn ze gewoon echt gewoon compleet gek, ja, Prama. Maar dat vind ik ook gewoon mooi aan die Duitse routes. Die hebben gewoon scheid aan snelheden. Gewoon met volle vaart, hoppakee, eroverheen met die handel. Maar ik vind Berlin-Leipzig vind ik een hele mooie route. Alleen wat ik mij gewoon ga afvragen zometeen. Tenminste, ik denk... Samnuis, ook bedankt voor de follow trouwens. Ik heb je even gemist. Als de route Berlin-Leipzig gaat uitkomen, ben ik benieuwd. Want het is nu namelijk zo dat Berlin-Leipzig is nu een route naast Berlin-Wittenberg. En ik vraag me af als DTG hem gaat uitbrengen of die dan ook een route ernaast is. En ik vraag me af of DTG deze DB-tracks erin houdt. Want vaak als, DTG eraan komt, die legt hij dan weer standaard rails neer. En die haalt de DB-tracks er waarschijnlijk weer uit. Zo kennen we. Huppakee, nog een keer cargo. Heerlijk. Um,
Tim Tjertsma, bedankt voor de follow. Oh, we moeten afremmen naar 160 zo te zien. Oh, GamerNL, dat wist ik niet eens. Is Virtual Tracks bezig met Münster-Bremen, ja? Dat wist ik helemaal niet. NL-rails, ik heb geen idee, dat trekt binnen het probleem. Kevin1979 en StockCar11, bedankt voor de follow. Thanks voor de follow. Wat erg gewaardeerd. Ja, kijk, dit valt me helemaal wel op, hè. Er ligt hier gewoon nou in één keer andere rails. Dit is volgens mij geen DB-tracks meer wat ik hier nou zie. Dit is andere rails, dus ik vraag me af waarom hier nou in één keer geen DB-tracks meer liggen. Maar misschien wel mijn dingen, dingen die ik me dan weer afvraag. Blivius93, bedankt voor de refollow. Komt weer een rood sein aan. Nee, gelukkig niet, Bert. Als er hier een rood sein aan komt, dan weet de LZB met dat 9 kilometer van tevoren al te vertellen dat er een rood sein aan komt. Dat is het mooie hiervan. Kijk, want wat je hierop kunt aflezen, hier zie je dus 9.0 staan en 160. Dat betekent echt dat over 9 kilometer dat wij dat er een snelheidslimiet van 160 in gaat. Dus bij deze. Wouter, ik was vorige week in Das Verkehrshaus, het Zwitserse spoorwegmuseum onder andere. Daar hadden ze ook trainsims staan met echte cabine. Daar draaien ze dashcam video's versneld en verlangzaamd en gesimuleerde infoschermen op het dashboard. Oh, dat is cool. Mocht je daarin dan de Wouter of moest je daar ook voor betalen? Dat vraag ik mij er wel een klein beetje af. Dat is toch hetzelfde een beetje als wat je op het spoorwegmuseum hebt. Op het spoorwegmuseum heb je een of andere, heb je ook een of andere cabine. Oh shit. Ik moet volgens mij hier de boel op neutraal zetten, want zo. Want ik kan me herinneren dat volgens mij laatst ging het fout. Toen ik deze borden, die kunnen ook echt, ja. Ja, kijk, zie je. Neutral section. Main switch had to switch off because of the start of a neutral section. Zo mooi, hè. Dat zijn gewoon borden die door Virtual Railroads treinen uitgelezen kunnen worden, omdat het waarschijnlijk Virtual Railroads borden zijn. Dus dit is een neutral section, schijnbaar. En volgens mij is die ook, ja, die borden zijn dan grijs, maar volgens mij, zo, nu kan die weer aan. En dan kunnen wij ook weer gewoon tractie geven. Ja, Rupke, kapauw inderdaad, ja. Ik dacht dat je alleen maar de main switch, of ik dacht alleen dat je de tractieschakelaar en de richtingsschakelaar op neutraal moest zetten, maar dat was niet genoeg, denk ik. Je mocht er wel in, maar er stond een lange rij. Oeh, dat is vaak wat minder. Tim Tjertsma, bedankt voor de host. Wel altijd gewaardeerd, dankjewel. Oh ja, 160 incoming. Hey, Rob Jansen, goedemiddag. Leuk dat je er bent, jongen. Oh, nou ligt er in één keer weer die DB-tracks. Nou, mooi. Wat een Sturong. Donder op met de Sturong. Zal je trainen zijn Sturong geven? Marijn072, bedankt voor de follow. Marijn, dit is de BR101 van Virtual Railroads met de ICE-wagons erachter.
IC-wagon zijn deze dingen. Die zien er op zich gewoon iets, iets luxer eruit. Verder ook niet eigenlijk. Hoe ver is het eindstation, Björn? Momenteel moeten we nog ongeveer 6,5 kilometer rijden voordat wij in Leipzig Hauptbahnhof zijn. Oh! Ja, Zugbeeinflussung en LZB Ende. Ook hier heel goed opletten, want dan moet je waarschijnlijk zo meteen echt weer PCB gaan bevestigen of een of andere lakse iets moet weer gebeuren. Dus hier ook weer even goed opletten. Oh shit. Even snel afremmen naar 120 hoor, sorry. Nou, LZB gaat er voor mij zometeen ergens vanaf. En nog ook gewoon, ik druk 20 miljoen keer op die PZB-knop van bevestig. En ik krijg nog zo'n smerige zandbremsing. Ik weet echt niet wat het is met de LZB in dit geval, hoor. Echt niet. Ja, je bent zelf een zandbremsing. Ik had het nog gewoon 20 miljoen keer bevestigd, maar dan moet je het ook gewoon nog doen, hè. Dat is weer wat anders. Ja, weet je wat je gewoon beter kunt doen? Ga gewoon rijden. Moet die beentjes weer opzetten. En dan zal ik daarna weer gaan doen. Zo, main switch weer on. Nou, poging 2. Ja, riptrein. Oh. Gaan we het nog doen of wat gaat er gebeuren eigenlijk? Nou, riptrein volgens mij. Oh, we gaan niet meer vooruit, jongens. Oh, de elektrische brems zit er nog op. Oké, dat kan nog het probleem zijn. Dat was het probleem. Gelukkig, we gaan weer vooruit. Aha. Ja, nu weer een noodrem. Ja, klopt. Ik heb LZB heb ik bevestigd. Ik heb daarna nog eventjes... voor het knipperende zijn heb ik heel vaak PCB bevestigd gedaan, maar... Voor mij is het altijd een ramp als je met deze trein uit LZB gaat. Dan, voor mij geeft je altijd een noodrem als je uit je... Ja. Hij geeft altijd een noodrem als je uit LZB gaat. Goeiedag. Nou ja, het is hier nog 120. Of nee, het is hier 90. Volgens mij zag ik op het sein 90 staan. Nou, volgens mij komen we nog wel, zoals we nu rijden, komen we nog steeds netjes op tijd aan. Dus dat is wel goed. Nou, prima. Als we nu gewoon zo netjes blijven rijden, dan zal het wel goed komen, denk ik. Nee, de trein die leeft gelukkig nog wel. Hoppakee, vlieg maar hier naar beneden heen hoor. Ik weet trouwens ook niet waarom we dit stukje van de route nemen, maar... Het is een, best wel een leuk stukje om te rijden. Zo. Eens even kijken, ik hoop dat je geen crash krijgt in Leipzig in verband met de ram. Ja, dat klopt inderdaad. Maar de vorige keer is het dan wel goed gegaan. En ik hoop dat dit nu ook wel gewoon netjes vol blijft houden. De vorige keer kon ik in ieder geval netjes aankomen. Wat? Fuck! Zeg maar, heb ik een knipperend sein gemist of zo? Wat heb ik nou weer gedaan? Ja, sterf.
Ja, weet ik. Huurvrijdagen. Nee, wacht tot de rem er weer vanaf gaat. Ja, heen, weg. Heeft iemand kunnen zien of ik knipperend sein gemist heb? Wat heb ik gedaan eigenlijk? Ik moet even wachten tot de remmen naar beneden gaan. Oh, ik had geel. Kut. Ja, dat gebeurt als u op de chat let in plaats van op het sein zelf. Nou, even wachten tot de rem weer eraf is. Hij is eraf. Oké. Nou, nu moet ik de AFB dus op 40 zetten. Rij dan stuk gebrandmerkt ding. Nee Rob, ik heb niet die railwork met extra, die heb ik niet in beeld. Weet je wat het leuk is? Toen ik dit scenario inreed, had ik precies op dezelfde momenten had ik een noodrem. Dus ja, ja. Of ik er nog wat van geleerd heb? Nee. Je bent zelf een sturing. Kan je zo met de firm rijden? Nou, ik zal even kijken wat ik kan doen. Nou, bij deze een knipperend groen sein. Ja, precies. Zoekbeïnvloeding, hè. Ik hoop dat ze meteen nog wel iets sneller mag rijden dan dit, want anders komen we nooit aan. Kan je naar deze trein een NS-trein gaan rijden? Dan zou ik de stream veel leuker vinden. We gaan hierna wel met NS-treinen rijden. Ik heb wat nieuwe scenario's binnengekregen als het goed is. Dus dan gaan we dat zo meteen even bekijken. Wanneer halen ze nou een keer uit restrictive monitoring dan? Anders kan ik niet sneller rijden zo. Ja, de ICET kwam inderdaad voorbij, Bert. Klopt. Was inderdaad een hele mooie ICET. Oh, nou, we mogen nu al wat sneller, maar ja, dat heeft toch eigenlijk niet veel zin meer. Want we moeten bij het volgende zijn, moeten toch al 40 als het goed is. Dus om snel te gaan rijden heeft toch niet veel nut. Ja, weet je zeker? Niet? Oké, prima. Nou. Ja, we mogen helaas niet sneller rijden dan dit, Tim Chats. Maar anders had ik wel sneller willen rijden, maar het kan helaas niet. We zijn op het eindstation, maar wel een mooie route, toch? Zeker, Bert. Het is echt een hele mooie route. Oké, dames en heren. Momenteel zijn we aangekomen op Leipzig. Main Station, oftewel Leipzig Hauptbahnhof. Eindpunt van onze trein. Leuk scenario. Ja, ben ik inderdaad met jou eens, GamerNL. Dit scenario is te downloaden op www.rail-sim.de. De Duitse RailSim site, zeg maar. Ah! We zitten in een hokje. Zo. Nou, kunnen we hier van snel een screenshot van maken, denk ik. Ondanks dit vreselijke framerate die we hier hebben. Maar we hebben het wel netjes tot het einde kunnen halen. Dus dat is wel mooi.